We hebben één jong rendierkalf inderdaad die gisteren heel erg ziek was. En we vermoeden eigenlijk dat het een soort vergiftiging is. En we hebben hier in het verleden ook wel eens meegemaakt dat bezoekers gewoon foute dingen gevoerd hebben. Koekjes, pinda's of takken die er niet in horen. Dat ze daar echt toch heel ziek van kunnen worden. En we denken dat dat hiermee ook is gebeurd. Dus de dierenarts gisteren al geweest, allerlei medicijnen ervoor gekregen en het gaat nu al een stuk beter. Vandaag hebben we nog een keer gekeken en nog een aantal medicijnen gegeven. En het is alweer een stuk fitter. Dus we hopen dat het goed komt. Nou, hebben jullie al vaker last daarvan gehad? Twee rendieren zijn eraan gestorven. En hoe groot is dit probleem voor jullie als dierentuin? Nou ja, dat is wel voor de rendier vooral een groot probleem. We hebben een aantal diersoorten, bijvoorbeeld bij de geiten of bij de damherten en de ezels. Er zijn voerautomaten, dan mag je voeren zeg maar, met het voer wat in die automaten zit. Maar er zijn ook een aantal dieren, eigenlijk alle andere dieren waar het zeg maar, niet staat, mag je niet voeren. En bij de rendieren hebben we het nog heel uitdrukkelijk met borden staan dat er niet gevoerd mag worden, omdat ze heel gevoelig zijn. We krijgen bijvoorbeeld speciaal mos uit Finland geïmporteerd voor die rendieren, dat eten ze. Ze eten speciale brokken voor rendieren. Ze hebben heel kwalitatief waardig hooi. En als ze dat niet krijgen, ze krijgen andere dingen, dan kunnen ze daar gewoon heel ziek van worden en zelfs dood te gaan in erge gevallen. Ik heb de bezoekers graag, maar als ze zich gewoon aan de regels houden, dan is het voor de dieren, voor iedereen het beste. Gaat dit diertje het redden? Ik hoop het, ja. Maar het is nog niet... Niet meer twee voeten over de dam, of hoe zeggen ze dat? We moeten nog even afwachten. Nog even spannend voor jullie? Ja, zeker nog even spannend. Nou, hebben jullie heel veel jonge dieren. Hoe gaat het met de rest? Ja, met de rest gaat het gelukkig een stuk beter. We hebben een jong wiesentkalf, die is eigenlijk topfit. We hebben jonge edelherten, die zijn topfit. We hebben al een boel jonge geitjes en schapenlammeren. Die zijn ook allemaal heel gezond, dus daar heb ik niks over te klagen.